In deze video is Omtzigt het kabinet te slim af. En de volgende vraag die ik hier zal stellen, die zal gaan over de commissieleden. Bij eerdere parlementaire enquêtes, en ik noem de Belmeramp enquête mevrouw Augustijn Essers van D66, kwamen die leden klem te zitten met de moeilijke conclusies die ze getrokken hebben. En ik zal van mijn hart geen moord kan maken, en, maar niet nu, dat ik me behoorlijk onder druk gezet gevoeld heb naar het verschijnen van het POC-rapport om geen motie van wantrouwen te steunen. En dat ging niet lichtzinnig in mijn ogen. En ik wil dus ook aan de leden van de commissie van de regeringspartijen vragen of zij de vrijheid hebben, niet wat hun conclusie is. Die moeten ze zelf trekken. Maar of zij de vrijheid hebben om zonder last, zonder last van de regering tot een eindafweging te komen welke, conc welke conclusie en politieke conclusie uit dit rapport getrokken dient te worden. Dank u wel.